zoveel mogelijk ook te kunnen boeketten te kunnen maken voor mezelf, maar ook voor om weg te geven. Van bloemen wist ik al veel, van bloemen en planten, maar van insecten veel minder. En dat heb ik geleerd via de lezingen van Groei en Bloei. Nou, ik ben echt een liefhebber. En ik streef er ook naar om het hele jaar door wat bloemen in de tuin te hebben. En dat begint bij de eerste sneeuwklokjes tot de laatste vaste planten die bloeien. En dan in de winter zijn er wat struiken die nog wat bloei geven, als het niet vriest. En daar streef ik naar. En zoveel mogelijk kleur en geur te hebben. En zoveel mogelijk ook te kunnen boeketten te kunnen maken voor mezelf, maar ook voor om weg te geven. En mooie kleurencombinaties, mooie vormencombinaties. En dat houdt je wel jarenlang bezig om daarnaar te zoeken. Er zijn veel favoriete plekken, dat kan niet, maar dat hangt een beetje af van wat er in het seizoen bloeit. En dan ga ik daar zitten, dan ga ik daar zitten. En als de rozen bloeien, dan zijn de rozen mijn favoriet. En als de dahlia's bloeien, zijn de dahlia's mijn favoriet. Maar sneeuwklokjes, ja, het is echt afhankelijk van de seizoenen. Van bloemen wist ik al veel, van bloemen en planten, maar van insecten veel minder. En dat heb ik geleerd via de lezingen van Groei en Bloei. En dat is me altijd een inspiratiebron. Ik zou zeggen, word lid van Groei en Bloei. Niet alleen voor het tijdschrift, maar vooral voor de vereniging. En de plaatselijke vereniging organiseert lezingen, tuinbezoeken, workshops. Je steekt er altijd wat van op.